Ik denk als je de 10 mensen pakt met het laagste IQ van Nederland, dat ze er allemaal in zitten, zeg. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatarlog samen met Sander van Gaming SB. Ben ik? Ja, dat ben jij. Ja. Ik dacht dat, er gebeurt maar niks. Ja. Ja, op de facecam wel, hè, op de facecam. Ja. Ja. Nee, ja. Dat klopt. Oh ja, ik heb trouwens iemand getraind. Oh, ja. Geogirl is getraind. Woep woep. Woep woep. Had je niet al je Pokémon's getraind? Ja, maar voornamelijk Geogirl. Okay. Iedereen is al wat getraind, inderdaad. Dus hij evolueert ook bijna. Ja, hij evolueert. Hij is al een paar keer bijna geëvolueerd. Oh. Dus alleen ik denk dat laat ik voor de aflevering over. Nou, ik heb hem zo net heel lang op de moveset gehouden, dus dat hebben jullie kunnen zien. Epic. Oh, when it's KO nummel, are you? Nee, oké. Okay. Ja. Ik had op een gegeven moment, want mijn nummel ging ook bijna evolueren, dus ik had op een gegeven moment experience share uitgezet, zodat ik niet nog langer hoefde te wachten. Ja. Yeah. Slim, slim. Ja. Dat dacht ik dus ook. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Dat was een slimme move gewoon. Je stond van jezelf te kijken. Ik was zeg maar eventjes Professor Layton. Een echte heer kraakt elke puzzel. Een echte heer kraakt elke puzzel. Precies. Oh hé, een Pokémon. Nee. Waar ben je eigenlijk in de game? Als je dat ene Marvel of Mawal Marvel, ja. Ja. Dan moet je naar rechts. Ja. En dan, ja, daar. En daar zie ik okay. Jij bent nog niet boven de route ingelopen, zeg maar. Nee. Dan loop ik weer echt dik voor. ja, maar dat haal ik hopelijk niet. Er is wel straks nog een Pokémon die ik eventueel kan vangen, dus... Ja, dat komt vanzelf goed. Mm. Oh, wat? Koffet? Ik dacht eventjes dat Koffet zo'n love move was, maar het was gewoon een attacking move, jongen. Sad, of niet? Nee, ik vind het niet heel. Dat immobilized by love, dan ben je echt een biel als je dat doet, Pokémon's. Dat ook altijd ongeluk mee, zeg maar. Altijd als ze dat hebben, dan... Nee, ik ga het ook gewoon niet doen, zeg maar. Ja. Gewoon die bitch helemaal in elkaar rammen. Nou. Ja. Oef, dat heeft weinig damage. Dat is wel waar ik altijd voor ga. Je weet hoe goed... Oh, Hype Potion, holy damn, dat is... positief. Nee, maar ja, je weet hoe succesvol mijn liefdesleven is, dus dat moet wel goed komen. Als het hoort. Dat is de kans, dus misschien moet je niet alle vrouwen in elkaar slaan. Alhoewel, Snapking doet het ook en die heeft ook gewoon een vriendin. Touché. Dus... dat op zich. Voor de mensen die denken, Sander haat je Snapking? Ja. Ik kan nog helemaal een verhaal gaan. Ja, maar bij Snapking mag het. Anders had je ook helemaal niet op dit kanaal gemogen als dat niet zo was, Sander. En terecht. Of moeten we hem die Tim noemen? Want zijn oude verleden, dat is zo heftig. Ja, dat is ook echt anders dan het huidige. Meer worden. Terwijl die het wel steeds precies hetzelfde opnieuw doet. Echt, ja. Nee, als jij dat niet aan herinnerd wil worden, vind ik dat fijn, maar dan moet je het ook niet opnieuw doen. Echt, hè? Ik zie Twitch ook niet opnieuw PogChamp introduceren, jongens. Ja, maar PogChamp bestaat toch nog steeds? Nou ja, PogChamp, ja, alleen de emote is nu steeds anders, zeg maar. Ik bedoelde de specifieke emote die het ooit was. Zuko evolueert in een Camerupt. Dus ja, ach ja. Ik heb sowieso nooit begrepen wat mensen hadden met die hele Armor Wars Ride Squad. Ik ook niet. Ik heb dat ook nooit gesnapt.
Echt hoor, het is echt een stelletje. Debiele. Het is zo echt, hè. Ik denk als je de 10 mensen pakt met het laagste IQ van Nederland, dat ze er allemaal in zitten, zeg maar, de Arnold Schwarzenegger. Ja. Oh, die wil niet. Die picknicker wil niet eens vechten, jongen. Oh, wat? Hoezo is het hier ineens? Oké. Ik zit ineens op een grotgebied. Niet in een grotgebied, maar op. Oh ja, klopt. Oh, ik heb een kerstvorm gekregen. Die mogen we wel gebruiken. Oh ja, normaal. Ja. Ja, er is maar één goede naam voor. En dat? Balzak. Oké, dat was niet om te doen. Het is sowieso niet fijn om met hem in te blijven natuurlijk. Wat doe ik? Ja, met hem is het ook niet slim om in te blijven, bedenk me nu. Volgens mij kan ik het best gewoon met die doen. Ja. Nou, we gaan al mijn turns. Om alleen maar even te switchen. Altijd jammer dat. Very sad. Even voor jou... duidelijkheid. Je hebt hier in deze route twee plekken waar je kan healen. Er is zo'n huisje. Daar is in het begin. Misschien dat je daar net voorbij bent. Of dat je daar net bent nu, zeg maar. Daar kan je healen. En in het weerstation kan je ook healen. Ja, oké. Is water super effectief op steel? Nee. Oké, als elke Sam mijn dinges niet aanvalt, mijn maal wel, dan ben ik oké. Je vraagt nogal wat. Zeg elke Sam, ik bedoelde mijn choke, maar ik ga wel dood. Ik ga één Pokémon verliezen. Hoezo? Hoezo dan? Ik moet tegen een Kadabra en een Machoke en ik heb vrijwel alleen Pokémon die er slecht tegen zijn. Ja, maar Mawile is ook Fairy, hè? Dus het doet als het goed is toch helft, of niet? Of, ja, maar ik deed net Surf en hij is nu op 21. Ik heb natuurlijk wel Hyper Potions. Ik kan hem healen. Ja, ik zou het niet, als je het kan voorkomen. Ja, maar dan heb ik geen goede aanval meer om ze dood te maken. Dat zijn dilemma's. Ja, dan maak je één dood. Oh nee, Rock Slide doet op alle twee. Ja. Oh, dat had ik eerder moeten weten. Dat heb ik geen Surf gedaan. Rock Slide doet op alle twee, ja, dat wist ik wel. Er zijn wel meer van dit soort aanvallen. Ja, is dit een Leafstone? Ja, Leafstone, zie! Oh, Void Kadabra alsnog. Dan had het alsnog geen zin. Ah, om dit te doen. Sad. Ik ga een Pokémon evalueren. Ik heb een Leafstone. Oh. Toch? Mijn Gloom wordt een Vileplume. Ja, oké. Okay, nee, ik wil trouwens even één ding zeggen. Hè. Ik was vanmiddag aflevering 10 aan het editen. Ik heb daar zo lang over gedaan. Doordat jij zoveel Pokémon switchte de hele aflevering door. Echt? Ja, ik deed de hele aflevering niks. En jij had echt fucking veel switches. Dat was niet erg, maar ik dacht echt, godverdomme, nog meer, dacht ik. Nou, jij dan in een cageblok van vandaag. Je ging echt één Pokémon ging dood naar de handen, jongen. Ja, maar doodgaan vind ik anders. Doodgaan vind ik anders. Dus dat... Oh ja, en ik zei nog van... Oh god, een Wobble Fett. Nou, het grappige is dat ik dus eerst vroeg zo van... Hey, moeten we niet eventjes trainen? Want de gym die nu is level 35. Nee, dat hoeft niet, zei Milan. Vervolgens... Als ik niet de erge Pokémon tegenkom, dan komt het allemaal goed. En toen kwam die Wobba vet tegen. En daarvoor nog een Garchomp. Maar dat was op zich geen probleem. Want toen je Glalie je nog. Met nadruk op toen. Godverdomme. Oh, sorry. Ik heb wel een Graveler. Nice. Graveler. Nice. Ik zei vroeger altijd Graveler. Een Graveler? Yep. En ik haat mezelf nog steeds. Tot de dag van vandaag daarvoor. Nice, nice.
Het is volgens de anime trouwens ook Drapion, hè, niet Drapion. Oké. Ja, dat kan. The more you know. Ja. Drapion. Zoiets. Ja, er is hier dus één Pokémon die ik nog kan vangen. Ik heb hier nu even alle tijd om daarvoor te gaan zoeken, omdat jij nog bezig bent natuurlijk, maar... Ja, ik heb zo net die dubbel battle dan gehad. Ik ga nu over een touwbrug. Holy damn, ik wist niet eens dat het bestond. Ja, bestond is een groot woord, maar ik wist niet dat het een... Ja, maar het was ook geen touwbrug, denk ik. Het was meer gewoon een recht plaatje. Oh nee, allemaal van die logs. Ik weet niet waarom ik touwbrug zei, eigenlijk. Dat is niet echt een touwbrug. Dat is een houten brug. Ja. Oké. Ik weet niet of jij dat Geo hoort. Geogirl. Er zijn weer straaljagers hier. Het is fucking irritant. Hoor je dat ook? Of, nou ja. Op de ik opname hoor... Nou, ik denk het niet. Als jij het niet hoort, dan hoort... Nee, ik hoor het niet. Nee, dan hoor ik het ook niet. Alleen ik hoor het. Dus het is alleen irritant voor mij. Maar ja, blijf irritant. Ik wou bijna zeggen, ah, dan is er geen probleem, toch? The show must go on, zei Queen ooit. Nou, dat kan als je het niet hoort op opname, dus... Ja, klopt. Zie je het probleem niet. Zei die heel hard. Nee, ik snap wel dat het kut is. Geef mij nu maar een Fiebes. Een Pokémon Ranger. Wanneer maken ze een nieuwe Pokémon Ranger? Nooit. Ik denk nooit. Ik hoop nooit, nee. Dat is hetzelfde als wat ik elke keer tegen Justin zeg over Colosseum en XD. Die games zijn hartstikke leuk, alleen als dat bedrijven... Want dat is al die side games, zeg maar, zijn in combinatie met andere bedrijven. En als die er gewoon mee stoppen, dan heb je gewoon pech, zeg maar. Ja. En het loopt niet goed genoeg dat ze het overkopen, zeg maar, de Pokémon Company. Nee, dat is een beetje hetzelfde met, weet het, Mario Party is, wordt in samenwerking gemaakt met Hudson. Mm-hmm. Dat is een bijtje dat je altijd ziet. Ja. Als Hudson zegt van, ja, Nintendo, jullie betalen niet genoeg, fuck jullie. We maken geen Mario Party meer, dan maken ze waarschijnlijk gewoon geen Mario Party. Nee, maar of weet Nintendo je... Nintendo koopt het over. Ja, precies. Maar, kijk, en Mario Party is een hele grote... Een hele bekende game. Dus die zullen ze misschien wel overkopen. Maar dat gaan ze met Colosseum en XD. Is nog steeds een goede game, maar niet zoveel animo. Ja. En voor Mario Party... bij wel. Rangers, ik weet ook niet of dat een goede game is eigenlijk. Ik weet niet. Ranger, nee, dat is niet zo. Ik vond hem in mijn jeugd vond ik hem wel vet. Ik heb hem ook wel heel veel gespeeld. Maar als ik er nu zo op terugkijk, dan denk ik... Nee, ik zou hem niet zo gauw meer spelen, hoor. Kijk, Mystery Dungeon blijven ze nog wel maken, omdat dat blijkbaar animo voor is. Ik ben ook niet zo fan van Mystery Dungeon, moet ik zeggen, hoor, maar... Ja, maar heel veel mensen wel. Heel veel mensen vinden Mystery Dungeon heel vet. Ik heb die ene voor de 3DS. Dat is niet de nieuwste, maar die daarvoor, zeg maar. Die was wel leuk, hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Leuker dan die oude, vind ik. Ja, ik kan er weinig over zeggen, want ik heb het, zeg maar, geen ene... Mystery Dungeon gespeeld. Dus ja, ik ga er geen mening over vormen, want ik vind dat je eerst iets moet spelen voordat je mening hebt. Ja, ik vind, ik zou het leuk... Altijd bij Fortnite. Fuck Fortnite. Ik had het leuk gevonden als je wat meer... hoe moet je dat zeggen? Meer zeggenschap in hebt om welke Pokémon je kan vangen, zeg maar. Snap je? Je kan niet elke Pokémon gebruiken die je tegenkomt, zeg maar. Ja, dat is wel zonde. En ja, ik hou ook van Shiny Hunter, dus dat hadden ze in de game moeten doen, zeg maar. Past dat wel in die games dan? Ik bedoel, jij hebt de games gespeeld, hoor, maar ik dacht wel meer een soort story-achtige game. Het is ook story, alleen er zijn gewoon, je kan gewoon Pokémons bij jou laten... Ja, en dan wil je dat je wel kunnen... En je kan elk level telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw doen, zeg maar. Dus dat kan makkelijk, zeg maar. Oké, fair point. Want je hebt ook... Ik weet niet of je Pokémon Rumble ooit hebt gezien? Nooit gespeeld. Nee, maar wel eens filmpjes van gezien, zeg maar. Volgens mij wel. Het zijn een soort van poppetjes of zo. Die bewegen dan, zeg maar. En dat moet je ook allemaal door dungeons heen.
Of niet per se door dungeons, maar wel door levels. En daar heb je wel gewoon shiny hunter. Daar kan wel gewoon een shiny in zitten. Oh, echt? Ja. Oh, hier is de weather station. Oh, dan ben je al heel dichtbij. Ik heb nog steeds mijn 5% V-Best niet gevonden. Dus als ik hem hier zo niet vind, dan geef ik het op. Ah, hey, hier is ook een bed. Is dat in de oude games ook een bed? Ja. Volgens mij heb ik toen een keer in een play run gewoon de PC gebruikt om te healen. Daar heb je heel dat veel moeite wel. Gedaan voor niks. Ja. Ja, we wisten zeker veel dat het kon. Oh, ik ga trouwens ook weer een layout change doen. Oh, nee. Nee. Nee, jij moet gewoon doen waar je zin in hebt. Nee, dit was alleen een grap. Wat op zich slim is van jou, alleen wat echt een verschil is tussen jou en mij, is dat jij in de box gewoon nog een paar Pokémon's hebt die je gewoon zo in je team kan doen, zeg maar. Misschien wel een beetje underleveled. Maar jij had op een gegeven moment Breloom weggedaan. En toen was je Ninjask aan het trainen, of Ninkana aan het trainen, zodat je Ninjask en Sedinja kreeg. En toen liep je naar de box en toen deed je die weer in de box en pakte je Breloom weer. Toen dacht ik, oké, dus je hebt wel meerdere goede Pokémon's. Ik heb gewoon 4 Pokémon's die goed zijn. Eentje die er is om te trainen. En verder heb ik nog een lege spot, zeg maar. Oh, je hebt ook nog een lege spot? Ja. Eigenlijk heb ik nog 2 lege spots. Alleen, ik heb toevallig dan een Carvana bij me. Omdat ik dacht van, ja, misschien is dat een leuke Pokémon om te gebruiken. Maar eigenlijk heb ik... eigenlijk heb ik een beetje te veel van dezelfde type. Ik moet eigenlijk nog een ijs-Pokémon, maar we zijn nog geen 1 ijs-Pokémon tegengekomen. Dat kan pas ver naar de 6e gym straks. Oeh, ja, dat is jammer. Return of Glalie. Ik heb natuurlijk vuur, gras en water wel, maar voor de rest... Ik heb veel ground en veel fighting eigenlijk. Hmm. Dus ja, dat merk ik wel. Ik ga V-Best opgeven, denk ik, want het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. Dat is van Divina Michel, niet... hoe heet die andere nou? Nu weet ik die andere niet. De vorige keer zei ik Ik maakte zo'n opmerking omdat ik dacht dat... Ook Delphine, toch? Of zo? Ik weet toen niet wie hij bedoelde. Nog wat. Oh, dat is zo'n vrouwke waar Simon het over had, toch? Ja, dat is waar Simon altijd helemaal weg van is. Die is echt helemaal fan van haar. Ook soms dan zit ik door mijn tijdlijn heen te scrollen, krijg ik ineens iets van haar. En dan, Simon heeft dit geliked. Simon liked echt veel, hoor. Ja? Oh, ja, Simon liked echt veel, want ik heb echt mijn hele ding staat vol met dingen die Simon liked. Heb je dat niet ook van mij? Want volgens mij like ik ook wel redelijk wat. Ja, maar bij Simon is het echt extreem. En wat bij Simon ook heel heftig is, is dat... dat als ik een tweet, als ik iets tweet, dan binnen een paar seconden heeft Simon het geliked. Ja, goede gozer wel. Zeker. Ja, ik vind wel ook... Ik heb zijn meldingen aanstaan. Dat heeft hij dan waarschijnlijk ook bij jou en bij mij. Mm-hmm. Waardoor hij zo snel liked. Maar dan kijk ik eens een keer. En dan denk ik, Simon heeft iets getweet. Ik ben echt benieuwd. Is het een retweet? Ah, ja. Echt 50% van de keren, weet je wel. Dat ik denk boeit me niet zoveel. Oh, wow, cutscene. Wat is dit? Hier de Maxi, bladibla. Wacht. Heb jij dit al gedaan eigenlijk nu? Ja, want ik heb de guestvorm daarnet gekregen. Oh ja, tuurlijk. Oh, maar dan loop ik helemaal Ik niet. Zal voordat jij straks de weather ding uitloopt, weer even healen, want je moet daarna tegen mee. Oh, dank je. Normal easy kill. Hoezo heeft May nog steeds een Shroomish? Wat de fuck is zij aan het doen? Als ik hem zelfs geëvolueerd kan maken en ook nog behouden, hè, dat is al helemaal... Dan snap ik echt niet waar ze mee bezig is. Fortress City is echt een vet stadje met die bomen waar je in kan. Die lijkt me in deze game wel echt vet. Ik vond die in de originele game al vet. Ja, daarom. Maar nu 3D graphics, dat moet echt geniaal uitzien. Denk ik. Ik weet het niet, maar dat lijkt me.
Ik moet wel zeggen, ik was nooit zo van de 3D models op zich, want ik vond de oude sprites gewoon vet, weet je wel. Mm-hmm. Alleen, nu ik het zo speel, denk ik wel van, ja, die 3D models. Ja, alleen dat komt dus ook omdat Citra hem mooier maakte, de game, want anders is hij wel veel pixeliger. Ik heb echt zin om met jou X en Y te spelen, omdat je die nog nooit hebt gespeeld. Ja, dat wordt echt... Dat wordt echt nog eens wat. Ja, maar het wordt wel, lijkt mij, hè, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar wel genieten dat je die game nog nooit hebt gespeeld. Ja, 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 zeker. Nou, ik heb wel al regelmatig wel video's van gezien, maar... Ja, hallo, dat is niet eerlijk. Dat is niet spelen, natuurlijk. Dus, ja, weet je, dat komt... Ik volg een bepaalde groep en die doen dan... ja, Soul Links en Cage Locks. En dat vind ik gewoon leuk om naar te kijken. Mm-hmm. Dus ja, die doen dan ook wel eens een keer X en Y. Ja. Mm-hmm. Dan ga ik niet zeggen, nee, die game heb ik nog nooit gespeeld. Dus die ga ik niet kijken. Oh, dus helemaal nieuw is het niet? Helemaal nieuw is het niet. Maar grotendeels wel, denk ik hoor. Ik zou echt geen enkel punt voor me kunnen halen. Behalve die grote city, zeg maar. Oké, okay, vooruit. Maar in deze game gaat het al niet heel soepel met dat ik weet waar ik naartoe moet. Maar in die games is het echt erg. Ja. Yeah. Waarschijnlijk. Maar bij deze is alles, kan ik helemaal uit mijn hoofd. Bij X en Y kan ik misschien niet, ook niet alles uit mijn hoofd, hoor. Nee, dat zou ook wel. Die heb ik daar te weinig voor gespeeld. Maar dat is wel heel lastig. Alleen, wat echt heel heftig is, je bent redelijk snel bij de eerste gym. Alleen tussen de eerste en de tweede gym zit fucking veel tijd. Oh, dat weet ik. Ja, dat heb ik dus eerder ook al een complaint over gehoord. Mm-hmm. Nou, ik vind het niet per se erg. Ik heb trouwens een Keklin gevangen. Oh, nice. Maar, ik vind het niet per se erg hoor. Het stoort me helemaal niet. Maar, Ja, maar zijn ze daarna dan ook niet allemaal echt bam bam bam, echt alleen maar? Of dat weet ik niet zeker? Nou, niet zo erg, zeg maar. Oh. Vast wel één of twee snel achter elkaar, weet je wel, maar dat heb je eigenlijk in de game wel. Ja, dat hebben ze vooral. Hier heb je 4 en 5 ook meteen na elkaar. Als je hier 4 uitloopt, dan kan je meteen 5 in. In Diamond and Pearl heb je natuurlijk Pastoria, Philstone en daarna nog Hardhome. Bijna direct achter elkaar. Ja. Alleen voor Hardhome moet je eventjes naar Celestic Town, maar goed. In principe heb je die ook al vrij snel. Ja, precies. Oh, moet ik ook een lege spot hebben voor Cashform? Dat weet ik eigenlijk niet. We gaan het nu zien. Oh, wat? Ik krijg hem nog niet. Moet ik dan nog een keer tegen die man praten? Oh nee, dan moet je een lege spot hebben, want ik krijg hem wel meteen. Oh. Ja, potverdreven, moet ik zoveel moeite doen. Voor een... Oké, deze hoef je niet te veranderen, want ik ga hem toch niet in mijn team doen. Goed zo. Ze zijn nu wel allemaal onder level trouwens. Als ik zo kijk. Ze zijn bijna allemaal level tussen level 15 en level 20. Ah, oké. Jij hebt superveel moeite gedaan voor die ninjas. Oh, nou, ik krijg de Sceptile Megastone, maar die is natuurlijk al dood bij mij. Wat kut. Oh, nou, het was meer... Ik wilde gewoon per se die... Die ninja... Ik wilde gewoon die evolutie, zeg maar. Ja. Want daarvoor heb je er echt niks aan. Dus. Klopt. You are right. Ik heb een nestbal gevonden. Het is feest. Ja, weet je wat trouwens ook leuk is? Als je op de deksnaf kijkt, dan zie je ook de oude style, zeg maar, van de originele games. Ja, klopt. Dat is me opgevallen. Aangezien ik die er ook voor had, toevallig. Heel even Keklion droppen. Oh, Fly Gym wordt echt lastig. Zit ik nou even te bedenken. Oh ja, daarom wilde ik Yodut ook trainen natuurlijk. En haar ace is een Altaria, dat weet ik. Of Swallow of Altaria. Dus dan let er even op. Een Altaria, daar ga ik echt niks tegen kunnen.
Nou, daarom zeg ik het ook even. En dit is een dubbel battle toch ook nog? Nee. Oh nee, dat is Tate en Lighter, dat is Psykick zeker. Ja, die hebben Solrock en Lunatone. Niet dat dat echt fun is, maar... Ja, deze... maar die hebben twee Pokémon, dat is echt niet voor een team. Nee. Nee, maar wel die zijn wel kut, Maar ja, water Pokémonnetje, dark Pokémonnetje, zoiets. Ja, precies. Ja, ik heb geen dark Pokémon, maar met, hoe heet het? Dinges kom ik wel ver. Ik heb Marwell en die heeft ook dark move. Dus aha. Die heeft Sucker Punch. Dus dat komt wel goed. De gym is trouwens wel echt mooi. Van deze. Echt vet aan de binnenkant. Oh, jij vecht tegen mee? Ja, ik weet echt niet hoe deze gym eruit ziet. Oprecht niet. Ik ga denk ik wel alle trainertjes doen. Zekerheid. Oeh, een Swallow. Leaf Blade. Oh, dat is neutral, want ik ben natuurlijk ook ground. Nou ja, op zich niet heel erg als het neutral is. Welke Pokémon is ground die nu, waar die neutral voor is? Oh, Camerupt. Ja, maar Camerupt is toch een vuur-Pokémon, dus dan is het toch sowieso... Ja, ja, daarom. Dus dat is nooit super effective, maar dan wordt het neutral. Mm-hmm. En daar had ik eventjes niet aan gedacht, maar hij deed best weinig, dus dat scheelt. Ik denk dat ik heel veel geluk heb dat mijn Gyarados Ice Fang kan. Oeh, dat is handig. Oeh, Skarmory wordt wel lastig. Ja. Skarmory wordt wel lastig. Voor jou niet. Ben je al tegen de gym? Of, Nee. De eerste gastje in de gym, ben ik. Voelde er weinig damage. Ik moet echt opschieten. Ja, deze Wilmer is dood, dus dat scheelt. Je bent neer mee. Haha. Katje. Ja, hou maar op. Na deze trainer ga ik wel eventjes de part beëindigen. En dan kunnen we vers in de gym, zo. Is goed. Nou, dan heb ik toch een mooie inhaalslag gemaakt. Ik ben nu ook bijna bij Fortress. Ja, zeker. Ja, ik heb gewoon heel lang gedaan over het vinden van een Feebas. En uiteindelijk heb ik hem nog niet gevonden. Ja. Beetje, ja. Nou ja, voor mij wel fijn. Oeh, Double Edge, daar hebben we wel. Alleen in dinges werkt het niet. In steden. Bij de Dexnef. Nee, klopt. Dat is wel jammer. Dus. Oké, ik heb het trainertje verslagen. Zullen we de aflevering beëindigen? Ja, is goed. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Sander te checken in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel erg bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos. Laters.